Het is 10:00 in Nederland. Dit is Pim Breintjes vanuit de studio van Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum. Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier zijn Wim Vriezen en Anouk Thijssen. En dat was voor de openingstune het misschien nog heel vertrouwde geluid van Pim Reintjes. In 1948 dus begonnen bij de Wereldomroep. En wie anders dan hij had deze bijzondere uitzending moeten openen. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, Nederlanders, waar ook ter wereld. Dit is Radio Nederland Wereldomroep in Hilversum met een speciale uitzending die maar liefst 24 uur gaat duren. De laatste uitzending, want de Nederlandstalige uitzendingen van de Wereldomroep worden morgenavond van 10:00 Nederlandse tijd stopgezet. Eindeloos veel telefoontjes, zoektochten in archieven, vergaderingen, ideeën en ideetjes. Gepuzzel en wat allemaal niet meer. Het komt allemaal samen in wat we hier zijn gaan noemen de marathonuitzending. Een uitzending waar maanden aan is gewerkt. Nog één keer zijn we bij u en zetten we trots de Wereldomroep voor u neer. Zo was de Wereldomroep, zo werd de Wereldomroep en zo wordt de Wereldomroep. En deze marathon is een ode aan het prachtige en nog altijd springlevende medium radio. Een ode aan de geschiedenis van de Wereldomroep, maar vooral een ode aan u, ons publiek. Dat wij 65 jaar dienden en van wie we over 24 uur na nu definitief afscheid nemen. Wat we de komende 24 uur gaan doen, kunnen we natuurlijk op dit moment hier niet allemaal opzommen. In ieder geval gaan we u verbinden met veel spraakmakende momenten. We duiken uitgebreid in de Wereldomroepgeschiedenis. Sommige programma's komen opnieuw tot leven. En we vertellen het wonderlijke technische verhaal van deze bijzondere onderneming. En u kunt deze uitzending volgen via een wisselend aantal korte golfzenders. Via de middengolffrequentie 1296 kHz en via internet. En via dat laatste medium kunt u niet alleen luisteren, maar ook naar ons kijken. U kunt ook reageren op deze uitzending. En u kunt via Facebook Wereldomroep en op Twitter via @Wereldomroep met de hashtag tot zover ook nog laten weten wat u van deze uitzending vindt. En er is muziek, er is maar één soort muziek, namelijk live muziek. We doen alsof het 1947 is. Ons geboortejaar, 15 april, is de geboortedatum 1947. We zijn dus 65 jaar oud. Muziek uit die periode, live door de Bill Baker's Big Band.